Je kijkt door de camera van de Samsung Galaxy S8. De selfiecamera in dit geval, want je kijkt naar mij. En wat opvalt is, ondanks dat het zonnetje heel vervelend laag aan de horizon achter mij staat, dat de camera eigenlijk best goed compenseert en dat ik best nog wel goed zichtbaar in beeld ben. Dat gaat dus heel erg goed. Iets anders dat opvalt is dat deze selfiecamera in UHD formaat, ofwel 4K, filmt. En dat is natuurlijk heel scherp voor een selfiecamera. Beeldstabilisatie, dat is er niet aan deze kant van het toestel. Maar ja, is dat heel erg? Want als je niet loopt, dan heb je natuurlijk een heel mooi stabiel plaatje. Tijd om naar de voorkant te kijken. Ik loop nu op hetzelfde tempo en wat je ziet is dat het beeld heel mooi gestabiliseerd is via de camera aan de achterkant. En laten we wel zijn, qua kleuren, terwijl het langzaamaan een beetje richting schemer gaat, is de kwaliteit ook heel erg goed. Dit is een camera waar ik persoonlijk heel erg blij van word. Dus wat dat betreft is Samsung Galaxy S8 Plus. Ik denk dat heel veel mensen hier echt hele mooie filmpjes mee gaan maken. Wil je nog meer weten over deze Samsung Galaxy S8 Plus, benchmarks, dat soort dingen? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetkeer.nl en daar lees je mijn hele ervaring met dit toestel. Maar je ziet ook nog wat voorbeeldfotootjes die ik heb gemaakt om de camera wat verder op de proef te stellen. Dus wil je meer weten over deze Galaxy S8 Plus? Check even de link onderaan de video.